Er was een tijd dat een computer iets exotisch was. Nu heeft bijna iedereen een PC. En heeft ook iedereen wel eens te kampen met technische problemen. Sinds die dag werd alles anders. Dag. Goeiedag. Dit is de locatie? Ja, dat klopt. Daar had ik al iets over gehoord. Ah. Maar wat komt u doen dan? We komen voor het opnemen van een videoclip. Oh ja, ja. Daar had ik al het een en ander over gehoord. Dan komt u verder. Nou, dit is dus mijn studio. Hier zit ik dus altijd. Heeft u dit nou allemaal zo kant-en-klaar gekocht of zelf gemaakt? Nou, het meeste deel heb ik gekocht. Maar zoals de opbouw, zoals u dat hier ziet, dat heb ik wel zelf gedaan. Ook heb ik ervoor gezorgd dat ik mezelf weer terug kan horen. En je moet wel even, voordat je een studio op gaat bouwen, moet je toch wel even denken. Wat wil ik gaan doen? En vooral, ja, ik heb ook heel veel camera's en zo heb ik erbij. Voor buiten, voor boven, voor beneden, van alle kanten. En dat maakt het toch wel erg leuk. En is dit de plek waar het allemaal gebeurt? Inderdaad, dit is dus de locatie waar het dus allemaal gebeurt. Hier ben ik vaak aan het uitzenden en maak ik graag een leuk internetprogramma. Ook bewerk ik hier video's voor YouTube natuurlijk. Ik maak heel veel humoristische video's. Dan zult u vast wel denken, waar gaat het over? Nou ja, we maken vaak heel veel dingen maken mee hier in mijn normale leven, zeg maar. En ja, zo gaan we heel vaak op stap of zo. Of we gaan naar een pretpark. Of je kan het zo gek niet bedenken. Of ja, ik zit hier ook. Ja, heel vaak. Ongeveer een 6 dagen in de week zit ik hier. Dus 6 dagen in de week? Ja, om video's te bewerken. En om dus radio te maken. En dat vind ik super leuk om te doen. Denkt u dat uw zoon geschikt is om... Ja, hij is zeer geschikt voor de muzikant. Muziek, dat is zijn levensmotto. Hij zit er vol van. Ja, en hij is regelmatig met de computer bezig. En dat vindt hij al heel leuk. En we horen hem vaak meezingen met de computer. Dus dat komt vast wel goed. Wat doet u nu in het dagelijks leven? In het dagelijkse leven, ja. Ja, wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben af en toe ben ik een beetje aan het werk. Ik ben op dit moment werkzoekende. Ik sta vooral bij veel uitzendbureaus ingeschreven om alsnog aan het werk te komen. En dat lukt wel aardig. Ah. Nou, ik had ik wist dat jullie kwamen, dus ik had alleen wat foto's had ik even bij elkaar gepakt. Nou, ik kan wel even een paar wat laten zien. Dit is een foto. Kijk, daar ben ik nog heel klein. Toen wou ik al DJ worden. Deze is, ik weet niet precies wanneer deze gemaakt is, maar dat is dus. En wat ik ook wel heel erg leuk vond, deze foto, die is ooit gemaakt toen ik in het politiebureau was, hier in Steens, hadden ze een open dag. En dit is een foto, toen zat ik op school. Dat is een oude schoolfoto van mij. Ik schat 2001 of zo. Nou, wat misschien nog wel leuk is voor de mensen die dat interessant vinden. Moet ik nog wel even zien. Foto. Deze. Dit is nog ouder. Dit is een foto. Toen woonde ik nog in Welsrijp. Uit 1996. Ik zit hier zit ik. Hier. Ah. Daar zit ik. Een beetje. Je ziet het vast hoor. Dus ja, nou ja, natuurlijk heb ik ook al aardig wat fans. En moet ik dan denken aan 3 fans of aan 15? Of? Nee, dan zou ik toch wel denken aan zo'n 100 fans ongeveer. Ongeveer 100 fans, ja. Je hebt ook wel fans die nemen het allemaal niet zo letterlijk. Die steek je meer de gek aan en zo, maar daar trek ik mij niks van aan. Ik heb zelf ook een nummer gemaakt. Wat voor teksten schrijft u? Ik zelf schrijf die teksten niet. Ik schrijf niet zelf de teksten, dat doet iemand anders voor mij. Die maakt
voornamelijk Nederlandstalige teksten. Maar hij doet ook veel in Engelstalige teksten. Maar ja, ik zelf ben niet zo'n held in het Engels. Dus vandaar dat hij voor mij dus een Nederlands nummer heeft geschreven. Ah. En dat nummer dat heet Maritza. Ik kan wel eens een stukje laten horen. Dan moet ik eigenlijk even naar mijn website toe gaan. Daar staat hij op. Heel goed. Dus moet ik hem even erbij zoeken. Het is vast wel eventjes iets. Even kijken, hier staat hij. Ik kan wel eens wat laten horen. Kijk, dit is een stukje wat ik dus gemaakt heb. Wat ik dus gezongen heb. En dit soort muziek gebruik ik dan vaak weer om mijn eigen radioprogramma te vullen. Ah. Misschien kunnen we u een beetje helpen door een videoclip met u op te nemen. Ja, misschien in de toekomst. Maar op dit moment zie ik dat niet zo zitten. Omdat wij eigenlijk ook al waarschijnlijk bezig gaan met een videoclip. En ik er eigenlijk ook de tijd niet echt voor heb om dat nu te doen. Dus ja, misschien in de toekomst ooit dat we misschien eens iets kunnen maken. Wanneer gaan we vertrekken? Dus jullie gaan weer? Zou je dat leuk vinden? Ja, jullie ook bedankt. Dank u. Dag.